De Gamersnet E3 vlogs worden mede mogelijk gemaakt door de MSI Camo Squad Limited Edition Notebooks. Oké, welkom allemaal. Hi. Hi. Hoi. Spontaan. Hi. Oké. Okay. Hey, jezus. What the fuck is dit? Dat is toevallig. Ik zag je. Ja. Later op de vlog. Ja. Gamers.nl. Ja, dat was ik. Wat vet. Ja, met die anderen, die dikke. Ja, nou, die lopen ook alleen maar celebrities rond. I know. Hij moet afvallen, hè? Ja. I know. Hey, achter ons zie je de stad, maar ik weet niet of je hem ziet, maar daar zit... Anders denkbeeldig erin. Maar en dat betekent dat we weer gaan terugblikken op een hele mooie dag die achter ons ligt. Ja. En we zijn een beetje opgesplit. Ja, we zijn een beetje opgesplit. Wij zijn naar Disney gegaan en Tom is naar Hollywood gegaan. Ja. Thuisgebleven. Thuisgebleven. Ik was er thuis voor ons vandaag. Ik heb gewoon, nou goed, ga je zo vertellen. Eerst Disney, want we hadden... Dat is belangrijker. Nee. Ja, dat is wel. Dat is niet waar. Dat is flauw, maar dit is super vette beelden. Maar ik dacht, eerst Disney, dan jij, dan weer Disney. Dan heb je een mooie... Ja, mooi. Sandwich. Ja, sandwich. Ja, precies. Ja. Sandwich. Maar, hoe heet het? Waren we 2 jaar geleden waren we in Disneyland. Ja, en zeg maar... Disney, in Californië heb je Disney Parks. En Disney Parks is Disneyland. Aan de ene kant, dat is wat iedereen denkt van, oh, weet je, it's a small world after all. Ja, precies. En je hebt ook nog California Adventures, wat ook een Disney Park is, maar een stuk minder gericht op Disney personages en een stuk meer gericht op Californië. Ja, en op volwassen mensen. Ja, op hele grote mensen. Dat is ook bijvoorbeeld, ze verkopen daar ook bier. Ja. Oh, dat, voilà. Dat doen ze in Disneyland. Hey, hoe ben je daar niet mee begonnen? Omdat het 9 uur 's ochtends was toen we daar kwamen. Ja. Ik bedoel, en dat heet alcoholisme. Ja. Oh, en die noemt het zo. Ja, precies. We waren in Disney en het was echt een super vet park. Hey, gisteren hadden we natuurlijk een super vette dag, maar vandaag gaan we ook iets vets doen. Tom is er niet bij, want die heeft er niks mee, dus die gaat vandaag lekker naar Hollywood. Ik weet niet of hij vlogt of zo, maar we zijn, let op. Thank you, sir. Weer in Disneyland. Ja. Maar we gaan nu het andere park doen. We gaan nu het California Adventure Park. Ja, 2 jaar geleden waren we in Disneyland. Ja, toen vlogden wij nog niet. Toen vlogden we wel, want we hadden volgens mij gezegd. Geen zin. Ja. Maar goed, vandaag wel. Ja. En we gaan naar California Adventures. Dus het wordt vet. Ik hoop dat het vet wordt. En Lennart is mee. Maar Lennart zit in elke vlog van elke Nederlandse pers. Dus, want die gast is overal. Die komt gewoon niet van me af. Nee, die maakt zelf geen video's, maar zit wel overal in. Ja. Heel grappig. Goed toch? Ja. Heel slim om jezelf zo te verspreiden. En het is gewoon gezellig voor jullie. Dat is het. Zo'n cameo act. Het moment waar jullie allemaal op hebben gewacht. Leon en ik zijn kletter nat. Yay. Het was echt een vette attractie, man. Zo'n, ja, we hebben ze ook in Walibi en in de Efteling en zo, maar deze ging wel best wel heftig. Ja, vooral die laatste, die ging best wel hard. En we zijn ook weer helemaal nat. We zaten allebei natuurlijk weer op precies de verkeerde plaats. Uiteraard. Dus ik weet de eerste keer trouwens dat dit gebeurde. Nee. 2 jaar geleden. Nu loop ik heel de dag door het park alsof ik in mijn broek gezeken heb zo. Ik denk dat je ook gewoon perfect hier in je broek kan zeiken en niemand die denkt. Niemand die van. Nee, precies. Nee. Al die infantielen hier. Te laat. Under the sea. Under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Ik vind het echt super vet. Dit is de Disneyland California Park. Dus je hebt in Disneyland Parijs bijvoorbeeld de Movie Studios Park. Maar ja, ik weet niet man, dit is echt de meest andere Disney Park wat ik ooit heb gezien. Ik vind het echt super vet. Het is ook super erg in de stijl van Californië. Een beetje dat hele hacienda-stijltje. Erop gebouwd dat het 11 maanden per jaar lekker weer is. Het is echt super, ja, het is echt super leuk. Iets volwassener, iets meer vette attracties. Volwassenen, de zaakjes. Maar toch ook wel weer Disney. Vieze attracties ook wel. Ja. Dat Ariel in één keer zo... naakt gaat. Ja. Ik zou hem zoeken. Ja, ik ook. Wat was eigenlijk je favoriete ride? Was het jouw favoriete ride, hetzelfde als mijn favoriete ride? Ah, dat was Cars Ride. We gaan het even laten zien, want het klinkt een beetje leem, want Cars is best voor kiddo's, maar het is echt een fucking vette rollercoaster. Now we have the chance to make this the most glorious race of your life! Ik heb gewoon nog journey. Mooi hoe je zegt dat het het meest volwassen park is of zo en dan Cars was de beste attractie. I know, maar dat was ook echt super vet. Je gaat racen met elkaar, met auto's. Je had ook die California Screaming, die was wel buiten de epische naam.
was het ook een stuk vettere attractie, het was iets stoerder. En was voor jou al een soort van overwinning van angst of zo, toch? Oh ja, lanceert. Ja, ik hou niet van lanceren. Ik vind alle achtbanen leuk als ze zeg maar je mee naar boven nemen en dan naar beneden droppen. Dat vind ik prima, maar dat lanceren vind ik echt helemaal kut. Tom, jij hebt een droom ook verwezenlijkt. Dat hebben wij gedaan, maar jij eigenlijk nog meer. Ja, terwijl jullie een beetje aan het chillen waren in Disneyland, had ik zoiets van, nou ja, weet je wat, ik ga gewoon lekker de hoed in. En sowieso, ik had een hele rustige dag. Ik ben gaan zwemmen en zo, en ik heb een beetje getypt, super relaxed. Maar uiteindelijk dacht ik, ik ga gewoon de Walk of Fame oplopen en nog wat dingetjes kopen. En daarbij ben ik naar een heel speciaal plekje gegaan, vol met muziek. Terwijl de jongens naar Disney zijn, had ik zoiets van, ik ga mijn eigen dagje doen. Dus ik heb heel lang gedaan over de vlog uploaden, ik heb heel lang gedaan over artikelen schrijven. Maar ik heb één ding gedaan wat ik al een aantal jaar wil doen in Los Angeles, maar dat nog niet heb kunnen doen. En dat is naar Amoeba gaan, Amoeba Music. Je ziet het hier achter me, het is een super grote soort van record store waar ze echt alles hebben. Dus van echt cassettebandjes tot laserdiscs, tot videobanden, tot aan t-shirts en dergelijke. Posters, echt super authentieke oude posters en kaartjes van beroemde concerten en zo. Fucking bizar. Ik kon natuurlijk niet met lege handen naar huis toe gaan. Dus ik heb twee LP'tjes gescoord. Of, nou ja, ik heb ze hier liggen. Ik weet nog niet zeker of ik ze mee ga nemen. Want er zitten hier zoveel goede LP's die ik ook nog wil hebben. Maar allereerst een Kid Cudi plaat. Tweede plaat, Man on the Moon 2. The End of Day. Echt fantastisch. Die plaat is gigantisch vet. Ik heb al meer Kid Cudi platen. Maar ik dacht, deze heb ik nog niet. Dus die moet ertussen. En dit is waarschijnlijk iets wat niet veel mensen kennen. Ik moet oppassen dat die andere niet valt. Maar Atmosfeer. Atmosfeer, fantastische rapgroep die ook heel veel mensen vet vinden die zeg maar niet into rap zijn. Dat is wel een dingetje hoor. Want vaak hoor je dan mensen van, ik heb niks met rap en dan laat ik ze Atmosfeer horen en dan is het van, oké, ik heb een klein beetje met rap. Maar goed, die twee ga ik denk ik scoren. Of het wordt een Rick and Morty DVD of weet ik veel, Run the Jewels plaat die daarachter staan. Het is een leuke winkel. Het is een aanrader als je een keer in LA bent. Tip van Tom. En dan wil ik het toch nog even hebben over de eindshow van Disney. Want het was echt heel bijzonder. Want het is het enige Disneypark wat ik ken met een heel groot meer in het midden. En daar hebben ze wel echt super vet gebruik van gemaakt. Ja, met een fontein. Nou, het is eigenlijk het woord fontein onwaardig. Ik denk dat fontein trots zal zijn als het er zo mag uit. De fonteinen werden gewoon filmpjes ingetoond. Ja, nee, ik heb het gezien. Hoe vet ik is dat? Ik heb de beelden, jullie hebben de beelden eindeloos lang laten zien. Maar het is een fontein kwadraat. Ja, en ik kreeg wel een traantje, want het is toch wel weer die mooie Disney muziek en... Let it go! Niet aan Leon laten zien, want dan gaat hij me weer pesten. Die moeten we ons bek houden dat helft Californië geen water heeft op het moment. Maar het geniet me ervan. De natie is de oorzaak. Maar we hebben echt een super vette dag gehad. Ik vind het ook super leuk dat Tom de eerste is in 7 jaar dit hotel, die het zwembad geprobeerd heeft, namens GamersNet. Het heeft veel te lang geduurd, maar het was een hele relaxed dag. Viel het tegen na al die jaren? Nee, het was best wel een aardig zwembad. Was die lekker warm? Het was een beetje verfrissend juist, maar dat zoek je juist in deze dat hitte. Dat zoek je, ja, want het is fucking. Ja. Nou, en heel onwijs bedankt voor het kijken naar deze vlog meer, maar we zijn nog niet klaar met jullie, want we vliegen morgen weg. En dat betekent dat we weer naar Nederland gaan, maar dat geeft hen niet. Want dat is best wel heftig. Ja. Maar, het is best wel kut. Ja, het is best wel kut. Maar we gaan wel nog een beetje terugblikken. We gaan de aftermath verslaan, denk ik. Dus dat is gewoon dat we vanuit thuis gaan we dan vloggen van, hey, wat is de game of the show? Je misschien grootste teleurstelling en misschien algehele gedachten over de E3. En wat je aan goodies hebt gekocht hier, dat willen mensen ook graag weten. Oh ja, het is heel simpel. Ja. Ja, maar goed, dat kunnen we thuis wel even laten zien. Dus voor mij wordt het een video van 4,5. Ja, mij is gewoon zo van, ik heb deze lolly nog. Ja, nice. Peter geeft hem apart uit op Blu-ray. Ja. En die van ons komt gewoon op YouTube te staan. Ja, YouTube. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze vlogs. Laat even een comment achter en like ons overal waar je ons vindt. En groetjes uit LA. Groetjes uit LA. Tot volgend jaar. Doei. Dus als wij gewoon ook niks meer doen voor GamersNet. Ja, dat deed jij niet wel. Ik ben weer terug. Ja, ik dacht leuk.